Goedemorgen. Wat gaat de tijd snel? Zeg, schrijft Enzo Knol op Instagram. Vier weken oud en elke dag zien we verandering. Wat een prachtige tijd en wat een geluk om dit mee te mogen maken. Ontzettend dankbaar. Ondertussen ook nog eens vier video's afgelopen week online gezet die super goed worden ontvangen. In de tussentijd langzamerhand bezig om de vlogs uit te zoeken en te laten editen. Wordt vervolgd. Voor nu, fijn weekend allemaal. Mis jij de vlogs? Onder het bericht zien we veel reacties van BN'ers met hartjes. Ook laten fans weten de vlogs enorm te missen. Iemand anders schrijft: G-sterretje, il, wijf naast je. Eerder vertelde Enzo Knol in een video dat hij met vaderschapsverlof wilde gaan, maar dat bleek dus onzin. Meneer heeft uiteindelijk alles nog weten te vloggen. Ik heb een video gemaakt voordat Riven op de wereld kwam, waarin ik heb gevraagd aan jullie wat jullie willen zien op mijn YouTube-kanaal. Als de kleine wordt geboren en ik heel even weg ben met vaderschapsverlof en Myron met zwangerschapsverlof. Dat plan is niet helemaal gelukt, het vloggen blijkt therapie te zijn voor Enzo Knol. Ik heb het niet kunnen laten, dames en heren. Serieus, ik heb het nodig, denk ik, het is een therapie voor mij geworden, ik heb vanaf de bevalling tot vandaag geen dag gemist. Ik heb elke dag gevlogd. Het enige verschil is dat ik het nog niet online heb gezet.